Ik zei, ik hield me bezig met ripdeals, toch? En ik steek hier de weg over en op dat moment komt er eigenlijk een auto uit een parkeervak. En ja, die komt gewoon vol gas op me afrijden, snap je? Maar ik kijk in die auto en ik herken iemand die ik heb geript toen de tijd, snap je? Dus uit schrik, ik ren weg. Toen heb ik mijn wapen gepakt en toen ben ik gewoon begonnen met schieten op die auto, man. En toen ben ik doorgerend, man. Had je gewoon een pistool bij je? Ja, toen de tijd altijd, man. Toen de tijd altijd. Dat was gewoon, dat is een onderdeel van je leven, snap je? Wat heb je van die gasten gestolen? Ik had 15.000 pillen, ecstasy en een halve kilo cocaïne gestolen, man. Dus ja, dan weet je dat mensen voor je gaan komen, man. We hebben flink moeten rennen voor een klein beetje rust. Nu bel ik naar mijn moeder, maar beneden ligt een rug. Met mijn handen in de druk zijn de sporen van het kruid. Geef mijn vrouwtje nog een kus, want misschien kom ik niet meer thuis. Ren al jaren door patieken, samen spannen met dieven. Bidden met de blaffer over bodies voor die brieven. Forever brothers keeper if they coming moeten schieten. Want we rip die hier van dealers, zo niemand is die zielen. Hoe kijkt u tegen uw zoon aan nu? Nu ben ik gewoon ontzettend trots. De weg die hij nu bewandelt. Het is natuurlijk in het verleden iets minder geweest. Heeft hij iets verkeerde keuzes gemaakt. Maar hij heeft dit helemaal met hulp van wat jongens in de rapmuziek. Heeft dit nu, is hij nu gekomen waar hij graag wil wezen. Maar ik ben super trots. En u als ouder, hebt u wel eens afgevraagd van... Goh, wat heb ik nou fout gedaan met mijn jongen? Is komen vast te zitten? Mag ik je onderbreken? Ja, tuurlijk. Mijn moeder heeft nooit iets fout gedaan, man. Nee. Hij heeft het nooit aangelegen. Mijn moeder heeft altijd haar best gedaan. Altijd normen en waarden, respect voor iedereen. Snap je? Dat staat daar gewoon totaal los van, man. Het is gewoon een financieel iets geweest. Het heeft niks te maken met problemen thuis. Of, snap je? Zat u ook in de rechtbank toen hij opgepakt werd en voor moest komen? Ja, ik ben daar toch ook wel een beetje ingestort toen in de rechtszaal. Zeker ook omdat ik hoorde hoeveel jaar die kreeg. Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dus je hebt toch iets heel anders voor je kinderen. Beeld, toekomst. En toen u hoorde wat hij deed en waarvoor hij vast kwam te zitten, wat dacht u toen? Heel lastig. Bijna niet te geloven. Nee, omdat ik weet hoe ik hem op heb gevoed. Dus dat rijmde totaal niet met elkaar. Nee. Hebt u zijn muziek gehoord? Ja. En, wat vindt u ervan? Het is niet mijn genre. En ook niet de attributen die ze daar soms in gebruiken. Want ik ben van mening, je kan ook dingen overbrengen met tekst. En met de muziek zelf. Dus dan zeg ik wel eens tegen hem, koor, laat wat dingen achterwege in die clips. Maar of hij daar ooit gehoor aan gaat geven, weet maar ik niet. Maar weg van hier wel, toch, man? Ja, om een paar beelden na. Iedereen wil weg van hier, jawel. Maar mijn jongens zitten vast, mama stakt in de trap. Man, ik zou niks liever willen, maar we komen via hel. Schade van detentie en ik trust niet eens mezelf. Mama met die spullen en ik was niet eens elf. Ben gelokt en beschoten en dat is niet eens de hel. Waar ik uiteindelijk heel lang voor heb vastgezeten, is ook hier afgespeeld. We hadden zeg maar afgesproken met een man waarvan wij eigenlijk vonden dat hij... Ja, ons geld verschuldigd was. Dat speelde zich ook een beetje af in bepaalde circuits. Toen hebben we die man hier naartoe gehaald eigenlijk. Toen zijn ik en een maatje van mij zijn naar die auto toe gelopen. Toen heeft een andere auto zeg maar, tegen hem aangebotst, zodat hij nergens heen kon. Uiteindelijk hebben we die man zeg maar, meegenomen. Ja, uiteindelijk ben ik veroordeeld voor ontvoering dan, dat is hoe we het noemen. En ja, we hebben die man gewoon laten betalen, man. Met geweld eigenlijk ook. Dus, hoeveel geld was hij jullie schuldig? Hij heeft ons uiteindelijk 30 ruggen betaald, man. En als hij zegt met geweld, wat moet ik dan aan denken? Ja, het is zeg maar zo dat in het begin wilde hij niet echt meewerken. Dus ik heb hem een paar keer gezegd van, om gewoon mee te werken. Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Dus toen heb ik ervoor gekozen om hem meerdere malen te slaan met een wapen, man. Je bent daarvoor veroordeeld, hè? Daarom kan je daarover praten. Ja, sowieso, man. Daar ben ik gewoon voor veroordeeld. Dus uiteindelijk is dat ontvoering, afpersing geworden. En daar heb ik al die jaren voor binnen gezeten, man. Al die jaren? Hoeveel? Hoe lang heb je daar gezeten? Ik heb totaal 5 jaar en 10 maanden gezeten, man. Je wilde me ook een beetje laten zien hoe jij je leven geleid hebt. Met aan allerlei aspecten, zeg maar, onderdelen van jouw leven die jij geleefd hebt. Ja, er is vandaag een goede kennis van mij, zeg maar. Die jou naar bepaalde mensen gaat meenemen.
Hij wil niet op beeld, hè? Nee. Maar hij zal je in ieder geval dingen gewoon laten zien met mensen erbij, zeg maar. Dat je een beetje een indruk kan krijgen van wat er vroeger allemaal heeft afgespeeld, snap je? Dat is eigenlijk alles wat bij criminaliteit hoort, man. Wat voor pistolen zijn dit? 6 mm. 6 mm. En wat kosten die per stuk? 700 per stuk. 700 per stuk, zo. Ben je een slechte verkoper dat je zoveel hebt? Of is het gewoon dat je zoveel aanvraag hebt voor dit soort pistolen? Heel veel vragen. Heel veel vragen. En worden mensen ermee meegeknald? Dat heb ik niet zeggen. Nee. Je verkoopt ze en wat daarmee gebeurt. Precies. Dus ze zijn niet geladen, hè? Nee. Oké. Okay. Het is best zwaar eigenlijk voor zo'n klein dingetje. Handig mee. Handig mee, ja. Dus die kan je gewoon in je zak doen? Ja. Hoe rol je in deze wereld? Kat en kwaad, en het ontwikkelt zich steeds meer. Tot je een keer een fout in gaat en je gaat naar de bias. Je komt eruit, je hebt schulden. Je weet niet wat je moet doen. Dan ga je toch andere mogelijkheden zoeken. En hoe lang heb je gezeten? 4 jaar. En kom je bijvoorbeeld in de gevangenis in aanraking met jongens die dit verkopen? Of ben je daar gewoon... Je legt makkelijk contacten. Dus als je die goed onderhoudt, zit je bij het al goed. Dit soort pistolen worden natuurlijk niet voor niks verkocht. Je verkoopt ze aan mensen, waarschijnlijk gaan ze die gebruiken. Begrijp je dat sommige mensen zouden denken van dit is een slechte jongen die verkoopt wapens? Ja, dat kan ik inderdaad begrijpen, maar door omstandigheden waarin terecht komt, soms kan je gewoon niet anders. Je zegt, je kan niet anders, maar Nederland is best een land wat heel veel mogelijkheden biedt, zeg maar. Kan je niet gewoon zeggen van, joh, weet je, ik ga gewoon een eerlijke baan zoeken? Ja, ik kan ook gaan werken voor 10 euro per uur, maar dan kan ik alleen een schuld afbetalen. Dan kan ik voor de rest ook helemaal niks doen. Mensen praten er altijd makkelijk over van reïntegratie, maar uiteindelijk, als jij zeg maar weer terugkomt in dezelfde cirkel, dezelfde mensen houden zich nog steeds bezig met dezelfde dingen. Vind maar eens je weg daaruit, snap je? Want je komt niet aan de bak, snap je? Je kan niet, mensen zeggen altijd, ga werken. Je kan niet werken. Waar ga je werken? Niemand gaat je aannemen. Als je buiten komt, moet je iets van 8 weken wachten op een uitkering. Wil je enigszins geld hebben. Als jij niemand hebt die je steunt, hoe ga jij eten dan? Hoe ga jij eten die eerste 2 maanden dat jij buiten bent? Wie gaat jouw maag vullen? En dan is er altijd wel iemand uit je verleden die gaat tegen jou gaat zeggen van, hey, luister dan, ik heb nog wel, weet je, dit of dat. Dan is die stap snel gemaakt. Om weer de criminaliteit in te gaan, bedoel je, ja. En dan is dat het grootste gevecht, zeg maar, die eerste paar maanden. Dus totdat je, zeg maar, geluk ervaart op een positieve manier. Want tot die tijd is het gewoon bikkelen, man. En dat heb ik zelf ook echt enorm ervaren, zeg maar. Tot op de dag van vandaag vecht ik nog steeds met mezelf, snap je? Alleen, ik zie het grotere plaatje, man. Ik wil gewoon, koste wat het kost, nooit meer terug naar wat ik geliefd heb, snap je? En wat doe jij dan? Ik hit mensen. Je hit mensen? Ja. En wat moet ik daarover staan? Een beetje slaan ze met een pistool of wat? Ik doe wat er van mij gevraagd wordt. Het is heel simpel. En dat is kogels in mensen hun lichaam zetten. Niks meer, niks minder. Dus je bent te huur gewoon eigenlijk? Zo kan je het zien, ja. Mag ik weten hoeveel mensen je hebt geschoten, beschoten? Daar ga ik je altijd op geven. Maakt het uit wie je inhuurt? Nee, het is gewoon heel simpel. Ik heb er geen tweede gedachte bij. Ik doe het. Ik slaap geen minuut korter erom. En het is gewoon heel simpel. Ik weet wat het ten goede doet voor mij en mensen om me heen. En dat is voor mij dan waard, man. Ik ben niet altijd goed geweest in andere dingen, in andere verkopen. Dat is niet voor mij weggelegd. Hier blinkt geen uit. Wat kost zoiets dan? Daar ga ik ook geen antwoord op geven. En dit is een wapen die je gebruikt als moordwapen? Het is gewoon wat ik bij me hou om mezelf veilig te houden. Wanneer ik ga werken, dan komen andere dingen in het spel. Heb je ooit nee gezegd tegen een opdracht? Nooit nee gezegd. Waar ligt de grens dan van nee? De grens is dat bij mij is, denk ik, kinderen en vrouwen, maar dat zou ik niet doen. Ook niet voor heel veel geld? Nee. Wat is heel veel geld? Een ton? Nee. Je zei net, ik ben nog nooit zo goed in iets geweest. Klopt.
En wat maakt je zo goed hierin dan? Ik ben niet te veel. Al die jaren in de jungle zijn nu allemaal failliet. Moeten slapen in een stash omdat ze jaagden op me hier. Voor die spullen ging ik ver, wacht mijn leven in een deal. Cor wil heel graag van zijn oude leven af en hij wil gewoon een normaal leven leiden waarin hij rapper is. Denk je dat dat gaat lukken? Ja, kijk, bij Cor is het niet echt de vraag of het gaat lukken. Het is eigenlijk al gelukt. Als je ziet welke cijfers die jongen heeft geboekt, welke artiesten met hem willen samenwerken en hij krijgt ook een co-sign van bepaalde artiesten in de scene. Dus dat laat eigenlijk al zien dat Cor het al heeft gemaakt. Hij is op dit moment al een gevestigde artiest. Voor nu is het inderdaad nog even aankijken van hoe lang het gaat duren totdat hij ook echt een A-artiest is. Want op dat level is het zeg maar mogelijk om echt je brood te gaan verdienen met muziek. Ik zie dat bij Cor wel gebeuren. Eigenlijk is het al, het zit echt net op het randje. Tot hij echt gaat doorbreken. Alleen de vraag van je of het verleden hem gaat achtervolgen, dat is moeilijk. In de muziek blijf je verleden je altijd wel achtervolgen. Maar het gaat er eigenlijk voornamelijk om of je echt bent geweest in je muziek. Kijk, tot op heden heb ik hem niet op leugens betrapt. Dus ik denk dat de kijker en de luisteraar dat ook merkt en ziet. Waardoor ze hem ook het respect gaan geven en fan van die jongen worden. Dus eigenlijk als je eerder in je nummers hebt gelogen, heeft dat een veel negatiever effect dan dat je echt bent gebleven over wat je hebt gedaan. En ook al zijn dat gewoon ja, zware delicten, dat maakt voor de luisteraar niet eens uit in principe. Die vinden dat juist tof om dat te horen, om zich daarbij te kunnen inleven. Die kijken daar heel erg naar op, ook al is dat misschien niet altijd even goed. Maar dat is wel hoe de realiteit in zijn werk gaat. Je hebt me van de week laten kijken. Ik ben met iemand mee op pad geweest. Ik ga tegen hem van alles nog wat laten zien. Ja, dat waren best heftige dingen die ik zag. Twee dingen sprongen er echt uit. Dat was dus die jongen die de wapens liet zien. En die jongen, de hitman, zeg maar. Dat vind ik toch wel lastig, eerlijk gezegd, om de laatste jongen bijvoorbeeld te geloven. Is dat stoerdoenerij of... Is dat jongen, doet de jongen dat echt? Nee, kijk, weet je wat mensen... Kijk, zolang je, zeg maar, als jij er zelf niet in zit... Dus jij kent geen mensen die dat doen of zo. Mensen hebben het beeld van... een hitman is iemand die uit een film, bij wijze van spreken, met een lange zwarte leren jas en hij is helemaal getraind en zo. Dat is niet wat er gaande is. Als je kijkt naar de veroordelingen afgelopen jaren, bijvoorbeeld in Amsterdam met alle liquidaties... Dat zijn vaak gewoon jongens, man, die geen werk hebben, geen mogelijkheden... en dan een zak met geld krijgen aangeboden. En vervolgens de stap nemen waar ze eigenlijk niet eens over nadenken of wel, maar... En voor je het weet noemen ze je een hitman, snap je? En dat is gewoon de werkelijkheid, man. De trieste werkelijkheid eigenlijk ook. En daarom wil ik dat ook belichten, snap je? Van kijk, dit is gewoon wat er dagelijks afspeelt op bepaalde plekken in Nederland, snap je? Die jongen die meenam naar zo'n kelderbox met al die wapens... Ik kan niet ontkennen dat ik niet onder de indruk was van wat ik zag. Ik denk... Hoeveel pistolen kan iemand hebben die ze wil verkopen? Maar we hebben de beelden nog een keer bekeken en ik moet zeggen, ja, het waren alarmpistolen, dus... Allereerst wil ik sowieso benoemen dat wat jij gezien hebt, ik me daar volledig van distancieer, snap je? Als jij het hebt over alarmpistolen, wat ik zeg maar weet vanuit mijn ervaringen uit het verleden of wat dan ook, is dat er in grote getalen, zeg maar, alarmpistolen wat uit voormalig Joegoslavië of zo komt, niet alleen kleintjes, maar ook Kalashnikovs, et cetera, worden gewoon... regelmatig gebruikt in het criminele circuit. Want er wordt gezegd dat het onklaar is gemaakt. Vervolgens wordt er een balletje uit de loop geboord. En ze werken gewoon zoals ze horen te werken, man. En daar weer, ja, je ziet zelf de afgelopen jaren wat voor schade ermee is aangericht. Maar hoe lang wil je nog die wapens dan in je clips blijven tonen? Als je de positieve kant om wil, is dat niet een manier om te zeggen, weet je, ik doe geen wapens meer in mijn clips? Nee, na mijn aankomende album wil ik dat sowieso volledig achter me laten. Het was voor mij gewoon meer een manier om een stempel te drukken van... dit is waar ik vandaan kom en de teksten die ik rap... ja, de clips illustreren dat ook eigenlijk een beetje, snap je? Het is gewoon wat daarbij hoort bij mijn verleden. En ja, de muziek wordt ook anders op den duur, snap je dus. Maar waarom ga je het nu nog wel doen en daarna niet meer? Waarom niet nu zeggen van, ik wil nu de positieve kant op, ik kap nu al mee? Ik verheerlijk het niet. Ik zeg nooit van... omdat we dit hebben gedaan, hebben we nu zoveel geld. Als je naar mijn teksten luistert, is het van... omdat we dit hebben gedaan, moeten we leven met deze consequenties. Snap je? Dus iedereen die mij ook benadert op social media, jongeren... Ik word letterlijk aangesproken van, hey, heb je niks te doen voor me of iets? Ik zeg altijd van, maak je school af. En dat is ook wat ik soort van meegeef in mijn liedjes. Als je goed naar mijn teksten luistert, is het gewoon van... Weet je, dit alles gaat je nergens brengen, man. En helaas is het in het verleden anders geweest of is de visie anders geweest, snap je?
En het komt gewoon voort uit een bepaalde struggle. Maar zoals ik zag, eerder ook heb gezegd, nu maak ik voor het eerst kennis met positiviteit op een andere manier. En hou ik me daar volledig aan vast, man. En ik hoop dat ik daar iedereen ook in mee kan trekken, man. Maar denk je niet dat zo'n jongen die dan die zegt van, joh, maak je school af, denkt van, hé, hey, wacht even, jij loopt te zwaaien met een wapen in die clip. Dan moet je tegen mij zeggen dat ik mijn school afmaak, ik wil zoals jou worden. Nee, maar zwaaien met een wapen in mijn clip zeg ik niet omdat kijk mij zwaaien met een wapen en dit is stoer. Ik zwaai met een wapen in mijn clip om te illustreren wat ik rap, snap je? Dus ik zeg van, we hebben dit moeten doen omdat we dachten dat we er op deze manier zouden komen. Maar uiteindelijk, als je goed naar mijn teksten luistert, hoor je ook van, dat het mij eigenlijk zeg maar niks gebracht heeft los van het financiële plaatje zeg maar, behalve alleen maar stress, problemen met mijn veiligheid, problemen met mijn familie, jarenlange detentie, snap je? Dus dat is hetgene wat ik het meest benadruk en dat heeft niks te maken met wapens of stoer doen of iets. Dat is totaal niet wie ik ben of probeer te zijn, man, en dat weten de mensen ook van mij. Vlak zien we als een moslim en ik denk dat de moslims zich afvragen van, wat doet die moslim tussen al die racisten? Tony Montana. Wat is dat dan, Tony Montana? Een voorbeeld voor velen van ons.